Met bloed. Zweet. Ja, ja, ja. Bloed. Aangezien ik altijd zo uitgesproken ben over reclames, is Fanta van mening dat ik het maar eens lekker zelf mag gaan proberen. En daarom ga ik de hele zomer samen met een team van 4 creatieve bazen reclame maken. Wij zijn de baas. Dit is Baas zijn met Calvijn. Yo, lieve mensen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Baas zijn met Calvijn. Robin, Nicky, Jul, Bart, zijn jullie klaar voor een nieuwe aflevering? Zeker. Ja? Ja. Mocht je nog niet weten wat dit allemaal inhoudt, daarbij zijn het bazenteam en wij fixen alle reclames gedurende de zomer voor Fanta. En dat ziet er ongeveer zo uit. Tada! Dit is onze bus / kantoor / eindbazen office voor deze zomer. Ons plan is als volgt, we willen een bad vullen met Fanta, jongens. Yo, look at this, baas zijn met Calvijn, man. Yo, lekker gaan op de Ziggo Dome, je weet toch? Shout-out naar het hele bazenteam. Shout-out naar iedereen die het heeft ingestuurd. We staan er, man. Nice. Dat was dus de vorige opdracht, de vorige aflevering. Zijn we er blij mee? Zijn we trots? Ik ben trots op jullie. Yes. Ik ben zeker, ik ben blij. Ik vind dat we het goed hebben gedaan. We kunnen er nou achterover gaan leunen, maar dat gaan we niet doen. We gaan gewoon door met de volgende opdracht. Ik wil naar buiten. Dat lijkt me goed. Zijn we er klaar voor? Yeah. Hey. Doei, neer. We hebben een nieuwe opdracht binnen. Ik heb hem binnengekregen van Gijs, de oude Fanta marketeer. Gijs, als je kijkt, ik vind je aardig, maar blijf gewoon lekker thuis. Een nieuwe special edition smaak van Fanta stroomt in week 27 de winkels in. Een heerlijke zomerse verfrissing met aardbeien en kiwi smaak. Bedenk daarom een activatie die bouwt aan de awareness. Aware. Wat is het voor nieuw drankje? Eerst moeten we die natuurlijk even proeven. Nou jongens. Hey, proost. Proost. Op leven. Ching. Hey. Ching. Ja? Zeker. Kan je het hebben? Kan je er een beetje van genieten? Ja. Sommige dag? Wel, ja. Mensen moeten het toch ook proeven, want dan kunnen ze andere mensen erover vertellen of ze het lekker vinden. Ja. En dan van, hé, ik heb een nieuwe smaak. Kijk, Nicky wil iedereen Fanta laten proeven over de hele wereld. Om iedereen dit te laten drinken is een beetje lastig, maar we kunnen wel via een andere weg mensen in aanraking laten komen met hoe het voelt een beetje om dit te drinken. TV zou ik niet doen. Nee. TV is lastig. Insta? Muziek? Muziek? Luister je muziek? Heel veel. Jij kan muziek maken, toch? Yes. Deze man is een muziekmaker. Kun jij ook naar muziek luisteren? Zeker. Ja? Heb jij oren? Je hebt oren? Hij heeft oren. Zo! Hij heeft oren. Perfect. Bart heeft oren. Kijk, we zijn creatief, vind ik. Ik vind dat het goed doen tot deze keer. Maar vorige keer was het best handig dat we langs Prankster gingen. Nicky zoekt iemand die ons kan helpen. Okay. Van ervaren zangeres of zo. Van ervaren zanger. Iemand die iets met muziek heeft. Jij zoekt iemand die kan zingen. Okay. Jij fixt gewoon producer. Een beat. Producer, prima. Ja. En Bart, jij mag die clip gaan maken. Zoek iets wat ons daarbij kan helpen om die clip zo snel mogelijk te maken. Ja. Ik zou zeggen, let's go. Geniet van het leven. En aan het werk. Oké, we gaan een liedje maken. Dat is het plan van vandaag. En ik heb jullie allemaal een taak gegeven. Ja. Ik heb jou gevraagd, kun je iemand vinden die ons daar een beetje bij kan helpen? Want ik kan niet zingen, ik kan niet schrijven. Ik weet überhaupt niet eens hoe je het woord muziek spelt. Kan jij zingen? Nee. Kan jij een liedje schrijven? Nee. Dus? We gaan nu opzoeken. En wie heb je bedacht? Vertel je. Wie hebben we gevonden? Nicky. Ja. Wat heb je op schoot? Ik heb een heel lief hondje op de schoot. Van wie is deze hond? Van Dion. Hey! Wij gaan een muziekje bouwen. Ja. Die opdracht hebben we onszelf gegeven. Klopt. Heb ik nog nooit gedaan. Heb ik ook nog nooit gedaan. We hebben geen flauw idee. Nee, nou. En daarom dachten we, nou, we gaan gewoon bij jou langs, want jij weet hoe die shit werkt. Nou, ik ben eigenlijk net begonnen, maar ik zing mijn leven al. Ik heb een broodacademie gedaan, dus ik ben er echt wel mijn hele leven al mee bezig. Sinds dat ik een beetje geluid kan maken, zing ik. Uit. Wij gaan ook een clip maken. Dat, dat is wat we onszelf hebben opgedragen. Alleen, wij weten niet precies hoe dat werkt met videoclips. En voornamelijk dan zeg maar het playback gedeelte. Ja. Want je moet natuurlijk... Het is beter als je meezingt. Oké, dus het hele playbacken / zingen in de videoclip is nog wel even een dingetje. Yeah. Maar Nicky heeft iets bedacht, mensen. Ja, we gaan een soort van whisper challenge doen. Maar het is eigenlijk een test om te kijken of we goed kunnen playbacken, zeg maar. Oké, ik zou zeggen, pak de oortjes en we gaan gewoon beginnen. Ja, is goed. Yes. Okay. I'm in love with the shape of you. Ja, ik weet het. Like a magnum doen. Wat? Shape of you. Woo! Klopt. Ja, jij hebt je muziek al aan. Ja, dat had ik wel. Echt een muziek.
hekel aan. Het enige wat ik zag was poffertjes. Dat is het enige wat ik hoorde. Als je bitch wil chillen is geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank. En drank. En drugs. Waren jongens. Die gaat er helemaal in op. Dat kon je niet hoor. Ik was echt jongen, ik zat op mijn artiestenlevel. Oké, okay, ja, ik zal nog wel één keer heel duidelijk articuleren. Oh. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen. Probleem. Ik probleem. Drank. En drugs. Ja! Oké, okay, ik hoor niks meer. Nee. Mensen, het is tijd voor de finale. Ik hoor niks. De hond wordt gek. Let's go. Met bloed, zweet, ja, ja, ja. Bloedtranen. Bloedtranen. Jij beeldt het al gewoon uit. Doe het duidelijk en maak gewoon gebaren erbij. Ja. Dat is simpel. Gaan jullie nog even lekker samen een hondje knuffelen en ja, muziek maken? En misschien kunnen jullie elkaar nog iets leren en dan ga ik er vandoor. Doei. Doei. Nicky en Dionne zijn nog wel even lekker bezig. Ik heb de volste vertrouwen dat het gaat lukken. Ik ben onderweg naar Juliette, want ik heb haar ook een opdracht gegeven. En ik ga even checken hoe het met haar gaat. Hey. Hallo. Hey joh, wat gaan we doen? Ik ben gaan zoeken en ik zag 3 hele goede zangeressen. En toen dacht ik, nou ja, we moeten er 1 hebben. Gaan we een soort auditie houden. En die auditie heet Kalfijn. Mensen, welkom bij Kalfijn de Vrijheid. Nou, laten we beginnen. Ja. Nou, dan mag de eerste komen. Hallo. Hoi. Hoe heet je? Mijn naam is Fanti. Fanti. Lijkt op Fanta. Ja, het is top. Oké. Let's go. In darkness he is all I see. Come and rest your bones with me. Drive it slow on Sunday morning. And I'm never one so late. Woo! Joe, Ja. Ik weet niet waar je ze vandaan geplukt, maar dat is wel echt goed. Ja. Je hebt er nog 2. Ik heb er nog 2. Oké. Okay. Zal ik gewoon de volgende roepen? Ja. Oké, dan mag de volgende komen. Hallo, hoe heet je? Nou, ik ben Manon en ik kom uit Groningen. Succes. Now I need this feeling more than I need oxygen. Won't you keep me breathing, breathing, breathing till the end? Now I need this feeling more than I need oxygen. Nou, woe! Goed gedaan. Dankjewel. Ja, supergoed gedaan. Ja. Nou, heel erg bedankt. Ah, jullie bedankt. Hoi. Hoi. Nou, lekker Fanta kleedje. Ja, klopt. Goed gedaan. Ik ben Kimberly, Mies, en ik kom uit Zeeland. Dan denk ik dat je mag beginnen. By the time I'm at the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself, but I knew I would. Nou, heel erg bedankt en dan zie ik je straks. Ja, gaan wij even, overleggen. Wij gaan eventjes even over jullie praten. Even beginnen bij het begin, Fanti. Mooie stem. De ukulele was ook leuk. Wat was minder? Ik weet niet, ik denk wel dat het wat makkelijker was voor haar omdat ze ukulele had om het te zingen. Oké, tweede was Manon. Ja, ik vond het heel mooi. Het was ook gewoon een beetje een unieke stem en ook die hoge noten vond ik wel echt... Ja, het was heel breed. Het voelde heel breed, heel groot of zo. Klopt. En de derde, Kimberly. Ik vond het mooi. Ik vond het ik hoorde niet heel veel echt Kimberly. Ik hoorde meer gewoon, Amy Winehouse of zo. Ik weet niet wie dat zong. Nou, dus dat is natuurlijk allemaal heel leuk. En we hebben echt heel erg genoten, denk ik. Zeker. Ja, we hebben heel erg genoten. Jullie hebben allemaal prachtige stemmen. Maar we moeten natuurlijk maar 1 iemand hebben we nodig. Ja. Dus we moesten even beslissen. Voor ons is het ook lastig. Ja, zeker. Wij willen jullie sowieso bedanken. Jullie hebben allemaal super mooi gedaan. Alleen we hebben iemand gekozen waarvan wij denken dat dit het beste past bij wat we voor ogen hebben. Ja, bij het liedje. Dus ik zou zeggen, joh, dus zeg we hebben maar. Uiteindelijk voor Manon gekozen. Dus, Gaat er door je heen? Wat gaat er door je heen? Ik weet het niet. Nou, lang verhaal kort, Manon, we gaan samen met jou gaan we het liedje maken. Ja. En daar hoort natuurlijk een videoclip bij. En als het goed is, heeft Bart dat gefixt. Ik ga even checken hoe dit heeft gedaan. Ik ga even hier niet aanbellen, want dit is gewoon mijn eigen kantoor. En ik heb gewoon een sleutel. Ik heb een beetje een voorgevoel wie Bart heeft gekozen om ons te helpen met de clip. Hey, yo. Kijk eens aan zeg. Wat een grote verrassing.
Het is de enige echte, Peter! Hey, alles lekker? Alles goed? Ja, met jou? Ja, alles lekker? Ja, lekker. Wow. Oh, ja. Nodig. Oh, nice. Oh. Kelvin en ik zaten eerst op dezelfde school. Individueel waren we filmmakers. En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer alleen. Toen zei ik, yo Kel, zullen we samen een filmpje maken? En sindsdien zijn we cinemates en nu maken we mooie dingen. Bart, jij dacht, ik zoek het dicht bij huis. Natuurlijk is Peter een hartstikke goede regisseur. Ja, en ook nog eens een aardige gast ook. En ook nog eens aardig, ja. Twee vliegen in één klap. Ja. Wat willen we laten zien? Je hebt die smaken kiwi en aardbei. Ja. Dus dan heb je rood en groen. Dat klopt. Naar groen en rood. Ja. Rood. Ja. Twee kleuren, rood twee en groen. Twee kleuren. Ja. En dat contrast willen we heel erg laten zien. Oké, waarom is er nog geen script? Want ik zie hier aantekeningen waarvan ik denk, ja, nou, dit zijn tekeningen. Dat is een basic. We hebben muziek nodig. Ja. Oké. Ja, laat ik nou toevallig de muziek niet af hebben. Nou, top. Ideaal. Maar ik heb wel iemand in ons team, die heet Robin. En die is als het goed is nu aan het fixen met een muziekproducer. Dus ik ga even checken. Hoe dat ervoor staat. Ik kom zo snel mogelijk weer terug bij muziek. Beloofd? Beloofd? Ik fix dit. Het is veel te lang gaan doen. Nee. Het komt goed. Robin! Oké, wat is de status? Hebben we een beat? We hebben een beat, zeker. Oké. Alleen, ik wil nog wat geluiden erbij doen, bij de drop. En daar kunnen we beter Joep voor vragen. Oké, wie is Joep? Hallo! Yo. Dag Joep! Hi guys! Wie de fuck ben jij? Wie de fuck ben ik? Ik ben Joep, ik ben 25 en ik zit in Eindhoven en ik maak muziek. Oké, nice. En jij je gaat ons helpen, toch? Dat was ik ga jullie helpen, ja. Ik weet niet of je een beetje weet waar we naar op zoek zijn. We hebben al een beetje een beeld van hoe we het willen doen. En de beat moet het gewoon helemaal afmaken. Dus dat moet gewoon helemaal knallen. En dat moet echt ervoor zorgen dat heel Nederland denkt van, ja, oké, dit is nice. Dus knallend. Mag ja, zeker knallend zijn. Zeker knallend. Top. We gaan even luisteren. Hallo, ik vind het heel vet. Ja? Ik vind het heel vet, ja. Ja, vette track, sowieso. Ik heb ook nog wat. Misschien wil je luisteren? Ja, tuurlijk. Laat me horen, man. Ja, wat vind je dat? Lekker euforisch, daar hou ik wel van. Ook een beetje van die gechopte vocals, dat vind ik altijd heel nice. Dus hebben dat zelf gemaakt? Zeker. Sick gast. Dank je. Ik zie hier iets ontstaan, mensen. Het is perfect. Ik laat het gewoon los. Ik heb geflauwd. Ik vind het allemaal fantastisch klinken. En ik zeg vooral succes met z'n tweeën. En wat we kunnen doen, ik heb nog wat nodig voor die track. We kunnen de kijkers vragen of we misschien samples kunnen krijgen. Okay. Of bijvoorbeeld gewoon geluiden kunnen insturen voor de track. Oké. Dat ze mee kunnen doen. Nou, ik vind het een fantastisch idee, Robin. Ja, zeker lieve mensen. Dit is weer het moment waarop we jullie hulp nodig hebben, want we komen er zelf niet uit. Dus help ons, let op. We hebben heel lang, heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we zangeressen hebben. We hebben een producer, we hebben een video, we gaan alles erop en eraan. Maar het enige wat we nog nodig hebben, zijn een aantal geluiden van jullie die we kunnen verwerken in het uiteindelijke liedje. Via WhatsApp kun je mij gewoon geluiden toesturen via voice memo. Oh, Kelvin, ik heb het telefoonnummer helemaal niet. Nou, dit is mijn telefoonnummer. Hier kun je het gewoon naartoe voice memo. En ik zal even een voorbeeldje geven. Hey Kelvin, ik heb een geluid opgenomen. Moet je eens luisteren, joh. Auw. Dankjewel. Dus zoals je ziet kan van alles zijn. Alle geluiden die je maar kan bedenken. Stuur ze naar me door via WhatsApp naar mijn telefoonnummer hierop. En wie weet komt jouw inzending wel in het liedje ter promotie van de nieuwe Fantasmaak aardbei kiwi. Dat zou episch zijn. Het uiteindelijke liedje en de videoclip komt over 2 weken online op mijn YouTube kanaal. Dus blijf dat sowieso volgen. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Basin met Calvijn. Want we gaan gewoon weer lekker door. Mensen, bedankt voor het kijken. Love you. Bye.